Dit filmpje van het digitale klaslokaal gaat over onderwijs en ICT. We leven in een tijd waarin ICT steeds belangrijker aan het worden is. Je kunt bijna niet meer zonder computer of smartphone. De mogelijkheden nemen razendsnel toe en worden steeds toegankelijker voor iedereen. Er gaat letterlijk een wereld voor je open. Ook in het onderwijs krijgt ICT een steeds grotere rol. Steeds vaker wordt een laptop of tablet ingezet als didactisch hulpmiddel. Juist door middel van ICT kun je onderwijs afstemmen op de leerling en zo onderwijs op maat aanbieden. De samenleving verandert, leerlingen veranderen. Leerlingen van nu zijn meer visueel ingesteld. Ze zijn opgegroeid met computers, gameconsoles en films met realistische effecten. Het is het digitale tijdperk. Het is een taak van de docent om de leerling te boeien en te motiveren voor school. ICT kan hier een rol in spelen. Instructie hoeft namelijk niet meer plaatsgebonden te zijn. Het hoeft niet meer plaats te vinden in het lokaal. De docent kan zelf een instructiefilmpje inspreken en deze op YouTube plaatsen, zodat de leerling naar eigen behoeften, in eigen tijd en zo vaak hij maar wil, naar de instructie van de docent kan luisteren. Dit principe noemen we flipping the classroom. De docent geeft bijvoorbeeld het kijken van het instructiefilmpje op als huiswerk, zodat er in de les dieper op de lesstof ingegaan kan worden of er meteen mee aan de slag kan met de klas. Zwakkere leerlingen kunnen dan extra ondersteuning krijgen tijdens de les. Ook kan de docent live lesgeven bijvoorbeeld door middel van Skype. Je zou ook gastlessen op deze manier kunnen verzorgen. Helaas is het niet zo dat ICT een toverwoord is voor alles. Je kunt wel alle krijtborden vervangen door een digibord of alle leerlingen een laptop laten aanschaffen, maar daarmee ben je er nog niet. Als een digibord vooral gebruikt wordt als veredeld krijtbord met beamer, heeft het weinig meerwaarde. Of als leerlingen alleen af en toe een opdracht maken waarbij ze informatie op de computer moeten opzoeken. Er moet gekeken worden hoe ICT effectief gebruikt kan worden in de klas. Steeds meer scholen starten daarom een project met iPads of beginnen een laptopklas. Ook op OSG de Hoge Berg is dit het geval. Binnenkort starten we met een pilot e-learning, waarbij een klas voor een bepaalde periode een eigen laptop tot zijn of haar beschikking krijgt. We gaan onderzoeken hoe we een laptop het best kunnen inzetten als didactisch hulpmiddel. Daarbij maken we gebruik van een digitale leeromgeving en verschillende Web 2.0 toepassingen. We bereiden de leerlingen voor op de toekomst door ons te richten op de vaardigheden die een leerling in de 21ste eeuw zou moeten beheersen. Die vaardigheden zijn onder andere samenwerken, probleemoplossend vermogen, kennis van ICT, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Wil je meer filmpjes zien? Ga naar www.maaikesijn.com of bezoek mijn YouTube-kanaal.